Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere klieren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A. Heb ik suiker of is het kaak? En waarom kwijl ik als ik zever? Ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A. Even zitten, Barbara. En? Alles perfect. Misschien de komende dagen een beetje kalm aandoen, maar voor de rest zou ik zeggen, als nieuw. Dus ik hoef niet meer terug te komen voor controle? Niet nodig. Jammer. Hoezo jammer? Ik was er eerlijk gezegd al een beetje bang voor dat dit de laatste keer zou zijn. Dus ik heb een cadeautje voor je meegebracht. Cadeautje? Alsjeblieft. Had je toch helemaal niet hoeven doen? Van een dankbare patiënt. Wat een origineel cadeau. Kom je erop? Ik zag hem in de etalage en toen zag ik jou daar helemaal in lopen. Ik wist niet dat jij zo'n levendige fantasie had. Oh, Hans. Er is nog zoveel dat jij niet van mij weet. Oh ja? Vertel eens. Volgende keer, als we weer samen golf spelen. Ik tel de dagen. Anders ik wel. Tot ziens en bedankt. Dokter. Goedemorgen allemaal. Oh, kijk nou, is het nou jij eens even om? Ja. Vinden jullie hem leuk? Heel leuk. Bijna te leuk. Ja, hè? Het is een cadeautje van een verliefde patiënt. Wat is dat nou voor een onzin? Gewoon van een dankbare patiënt. Is dat een cadeautje van een patiënt? Nou, dan komt tante Lidie wel eens een beetje gelijk hebben. Nou, waarom? Krijg ze vaak cadeautjes van dankbare patiënten? Ja, precies de tafelkleedjes, flessen wijn, vreselijke klokken, maar nooit kamerjassen. Wat is nou het verschil tussen een kamerjas en een Persisch kleedje? Weet je dat niet, oom Hans? Nee. Nou kijk, een kamerjas, dat is iets heel intiems. Vind jij er nou van, John? Ja, geen enkele patiënte zal op de gedachte komen dat je een Persisch tafelkleedje om je heen zal slaan als je bloot onder de douche vandaan komt. Hé, Jesus, begin jij nou ook al? Ja, natuurlijk, schat. Wat zou jij dan zeggen als ik van een dankbare patiënt een doorzichtig negligé zou krijgen? Dat is natuurlijk heel wat anders. Een kamerjas is toch niet doorzichtig? Nee, maar de bedoeling erachter wel. Zo, dokter, wat zie ik? Nieuwe kamerjas? Ja, mevrouw Dobbelsteen. Valt het op? Ja, dat wel, maar ik vind hem toch mooi. Samen uitgezocht. En nee, nee, mevrouw Dobbelsteen, nee. Dit is een cadeautje van een dankbare patiënte. Van een patiënte? Ja. Oh, dokter, maar vindt u dat niet een beetje erg intiem? Nou, onhand, zoiets is van de vreemde. Onzin, dan zou ik dat toch weten. Ik ken dat mens al jaren van de golfclub. Oh. Oh, maar daar heb je niks van verteld gisteravond. Nee, ik... Ach, nee, maar nou begrijp ik het ook allemaal opeens veel beter. Wat begrijp je opeens allemaal veel beter? Waarom jij zo vaak gaat golfen? Lidie, doe dat niet zo flauw. Ik bedoel, Barbara en ik hebben toch een totaal verschillende handicap? Oh, nee, volgens mij hebben jullie alle twee dezelfde handicap. Mij. Wat? Alweer naar de beauty farm? Ja. Ik heb die kuur toch nooit afgemaakt? Omdat jij me uit het welpad belde en jij dacht dat Jopie zo ziek was. Nou, dat was toch ook zo? Viel nogal mee, gelukkig. Beetje lage bloeddruk. Nou ja, in ieder geval ga ik over 2 maanden een weekje terug. Voorstel van Jopie. Oh, sorry. Nou, Joop, dan ben jij ook gek. Als ze dat nog graag doet. Ah, het is zo zalig, Mie. En weet je wat zo leuk is? We gaan met een heel stel. Wat? Ga jij dan ook mee, Jopie? Nee, stel vrouw uit de buurt. Oh. Ik heb wat foto's laten zien, jongen, en ze waren enthousiast. Iedereen wilde wel mee. Nou, leuk dan. Dan moet jij maar even bij ons weer komen eten, hè, Joop, als hij weg is. Oh jee.
Je voelt je toch niet gepasseerd, hè? Ach, ik had jou natuurlijk ook moeten vragen. Wel nee, wat moet ik nou in Villa Immerscheun? Mijn mintjes. Mijn mintjes van de eigen al Immerscheun. Ja, maar waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je ook eens niet lekker verwinnen? Je werkt er toch ook hard genoeg voor? Ja, nou, midden in de week wegkomen. Wat moet Koos dan? Nou, de jongens redden zich wel. Ja, ja toch? Ja. Tuurlijk, dat kan je rustig aan ons overlaten. Ja. Nou, je hoort het. Je moet het gewoon doen. Kost maar 225 gulden per dag. Per dag? 225 gulden per dag? Of jullie nemen leeg ooit. Ja, maar daar heb je alles voor, hè. Heerlijk eten, wellenbaden, modderbaden, sauna, massage van top tot teen. En er zijn we toch leuke masseurs. Nou. Masseurs? Ik dacht dat het alleen voor vrouwen was. Daarom juist. Ja. Ah, nee, nee, geintje. Nou, Mien, wat doe je? Ja, nee, nou, ik weet het niet, hoor. Wat vind jij er dan van, Koos? Zeg nou eerlijk. Ja, dat moet je zelf weten, hoor. Je hoeft van mij niet te laten, hoor. Je weet er hard genoeg voor. Nou, dat is dan afgesproken. En we gaan met een gehuurd busje. Dus de reiskosten heen en terug zijn te verwaarlozen. Ja, nee, wacht nou eventjes. Ik moet er eerst nog eventjes goed over nadenken, hoor. Modderbad, wellenbad. Ja, Mientje. Wel een bad of niet een bad? Dat is de vraag. Willemijn. Wie is Willemijn? De hoofdzuster. Wat heb jij met de hoofdzuster? Helemaal niks. Ik wou je alleen maar een beetje stak. Ik herkende je natuurlijk direct. Hé, hey, hoe voel je je? Eenzaam. Hey, ik bedoel, na de operatie natuurlijk. Nog eenzamer. Ach, mis je je blinde darm zo erg? Nee, de dokter. Oh, nou, bedankt voor het compliment. Het is niet als compliment bedoeld, het is de waarheid. En? Paste de kamerjas? Paste precies. Alleen de huishoudster vond hem een beetje ongepast. Hoezo? Nou, ze vond het nogal een intiem cadeau. En je vrouw? Ja, die vond het eigenlijk ook wel een beetje. En mijn nichtje trouwens ook. Dan hebben ze het alle drie beter gesnapt dan jij. Jij wilt toch niet zeggen ja, dat je... Ja, dat wil ik wel. Oh jee. Dan hebben we dus een probleem. Ik ben getrouwd, Barbara. Dat is voor mij geen probleem. Ja, maar... Knap je soms af op vrouwen met een litteken op hun buik? Dat heb je al dus zelf gemaakt. Nee, natuurlijk knap ik daar niet op af. Ik bedoel, ik heb nog nooit iemand zo mooi gehecht, maar... En daarom ben ik zo aan jou. Ja, 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 dat is heel erg slim, maar daar gaat het nou even niet om. Waar gaat het dan wel om? Ik ben gewoon hartstikke gek op jou. Ik word er gek van. Nou ja, als jij echt gek bent, dan zou ik misschien voorkeur verdienen om eens... professionele hulp in te roepen. Leuke grap, Hans. Nee, ik bedoel het serieus. Oh, doe nou toch, Hans. Ben je soms bang dat ik een claim op je zal leggen? Ik beloof je van niet. Als je maar van tijd tot tijd... Ze hoeft er toch niets van te weten? Zeg, nou ben je wel een beetje erg assertief, hè? Ja, dat ben ik. Heel erg assertief. Ja, mevrouw Dobbelsteen, ik wou net komen zeggen dat u maar niet langer moet wachten, hoor. Nee, dokter, ik moet nou echt wel gaan, hoor. Ja. Maar ja, we moeten nou weer die specieboontjes, want die staan op. En dan zal ik ze maar weer afzetten misschien, want anders dan pieteren ze zo helemaal uit. Ach, nee, laat maar. Dikkem, ik snap er helemaal niks van. Hij is anders nooit zo laat. Ja, misschien heb je een moeilijke operatie, hè? Niks. Hij is gewoon alleen maar naar de golfbaan. Oh, nou, dan ga ik toch maar, hè? Ja. Doei. Dag, mevrouw Dobbelsteen. Dag, dokter. Bent u niet erg laat? Nou, dat valt reuze mee, hoor. Oh. Nou ja, dat noem ik nou godspe, Hans. Wat? Tegen mevrouw Dobbelsteen zeggen dat ze laat is, terwijl ze notabene op jou heeft staan wachten. Om over mij maar helemaal niet te spreken. Ja, sorry schat, maar ik was een beetje opgehouden met golven. Oh, het was dat maar waar. Was je maar opgehouden met golven? Lidie, doe niet zo flauw. Omdat het een beetje uitgelopen is. Ik heb alleen maar even staan praten met Barbara. Ik kon er echt niet onderuit, hoor. Ze zat ergens mee. Ach, jeetje. Zoek nou niet meteen ergens wat achter. Oh, ik zoek nergens iets achter. Ze had een probleempje. Helemaal niet wat jij denkt. Wat denk ik dan? Nou, weet ik niet, maar... Het
Het is gewoon een patiënt, hè? Ja, dat weet ik toch. Had ze nog klachten? Gaan ze de blinde darm soms terug? Of de kamerjas? Haha, zie je wel? Ja, die kamerjas, die zit jou dwars, hè? Helemaal niet, hoor. Het zit me alleen wel hoog dat je in zo'n geval niet eventjes belt om te vertellen wat je wel later thuis komt. Nou ja, je moet het ook eigenlijk allemaal maar zelf weten, hè. Voor straf krijg jij totaal uitgepiete dispersieboontjes. Die dingen die staan al een uur op. Kortom, boontje komt om zijn loontje. Annemietje. Wat ben jij laat? Ja, ik moest nog even wat inkopen doen en dat maken van een beetje. Ja, alsjeblieft. Oh, kijk nou, eens even mooi, een beauty case. Wat schitterend, waar heb ik dat aan te danken? Ah, je beauty. Nee, maar zonder gekken, dat is voor je reis. Oh, welke reis? Nou, je zou toch met Annie naar die beauty farm? Dan kan je toch niet zonder beauty case, hè? Oh, wat vind ik daar nou hartstikke lief van je schepen. Ja, ik heb net besloten dat ik niet ga. Robby! Ja, nou, gewoon. Ik kan nou niet weg. Wat? Wil dat mensje niet laten gaan? Nou, dat mens, dat zou ik me best gunnen. Maar ik heb het niet gevraagd. Hoezo durf je niet? Ja, ik durf wel, maar ik wil het niet. Nee, ik kan de dokter nou niet alleen laten, hoor, midden in de week. Jazeker nou niet. Maar wat is het dan? Ja, ik weet het niet, maar er hangt wat. Volgens mij heeft ze zorgen over dokter Landsberg. Wat is er met dokter Landsberg dan? Ja, nou, misschien is het niks, maar ze doen zo kribbig tegen elkaar de laatste tijd. Oh. En misschien komt het allemaal wel door die kamerjas. Welke kamerjas? Nou, dokter Landsberg, die heeft een kamerjas gekregen van een vrouwelijke patiënt van de golfclub. En daar is er vanmiddag kwestie over. Dokter Landsberg zal er niet vreemd gaan? Nou, oh nee, tuurlijk niet. Stel je voor. Nou, dan is er toch niks aan de hand? Nee, nou ja. Nou, in ieder geval ga ik niet met Annie mee. Bovendien, ik vind het hartstikke duur. 1500 gulden voor een wellebad. Dan kunnen we beter een dagje naar het strand gaan, eens goedkoper. Nou, voor mij hoef je het niet te laten, hoor. Echt waar niet. Je werkt er hard genoeg voor. Ik wou wel of je me weg wil hebben. Schat, dat weet je toch wel. Nou ja, bovendien heb ik Joopie beloofd om te komen eten. Niet, dan kan ik toch niet weggaan? Oh. Nee, ik doe het niet. Nee, ik zal Annie meteen even opbellen. Snij jij even die rollade. Ja. Hallo, Ann. Je bent mij. Maar jongen, ik heb er nog eens over nagedacht, maar ik ga niet met je mee, hoor, naar die beauty farm. Wat nou laatste moment? Ik had toch niet definitief ja gezegd? Ann! Nou, heb ze neergelegd? Die is ook gek. Goedemorgen. Hans, wat is er met je kamerjas gebeurd? Houden jullie nou nooit op over die kamerjas? Sorry, neem me niet kwalijk. Ik bedoel er niks mee. Het valt me alleen maar op dat je je oude weer aan hebt. Waarom? Deze was nog heel goed. Zonde om hem weg te gooien. Ik draag ze nu om en om, tegen elkaar. Heb je er soms bezwaar tegen? Toe, Hans, doen het toch niet zo kribbig? Wat heb je toch de laatste tijd? Ik heb niks. Jullie hebben wat. Ik geloof dat ik er even de was ga doen. Zal ik even? Mijn assistente van dokter van de Ploeg. Jawel. Ja. Het is voor dokter Landsberg, ene Barbara. Nee, ben er niet. Ik zie in ene dat hij er niet is. Hij is naar de golfclub, geloof ik. Oh nee, nee, hij is hij schrijft wat, hij is naar het ziekenhuis om te opereren. Nee hoor, hij was niet ziek, nee. Nee, vorige week ook niet. Nee, probeer het nog maar even in het ziekenhuis dan, hè? Dat was fijn. Ik ga naar het spreekuur. Ik ga naar het spreekuur. Tot ziens. En ik ga maar even aan de was. En ik zou ook maar opschieten als ik jou was, Hans. Anders ben je straks niet in het ziekenhuis als ze daar belt. Verdorie, Lidie, hou nou eens op met dat insinueren. Ik insinueer helemaal niks. Ik vraag me alleen maar af wat er de laatste tijd met jou aan de hand is. Wat zou er met mij aan de hand moeten zijn? Als jij dat mens probeert te ontlopen, is er dus iets aan de hand.
Nou ja. Dan kan ik het beter maar vertellen. Trouwens, binnenkort krijg je toch te horen. Oh, dus ik had toch gelijk. Ja. Nou ja, wat nu? Dat vraag ik me dus ook af. Ze begint nu dus ook al hier naartoe te bellen. Ja, vind ik ook niet zo erg tactvol, om niet te zeggen smakeloos. Maar ja, misschien denkt ze dat ik het al weet. Ik kon er ook niks aan doen. Het gebeurde gewoon midden op de golfbaan. Ze sloeg ineens de armen om mijn nek en begon me hartstochtelijk te zoenen. Ja, en daar had jij het natuurlijk helemaal niet naar gemaakt. Daar had ik het inderdaad niet naar gemaakt. Jullie vrouwen zijn al niets beter dan mannen, hè? Als een vrouw aangifte doet van een aanranding, dan roepen die mannen toch ook altijd, hè? Daar zal het die vrouw het dan wel naar gemaakt hebben. Nou ja, zeg, dat vind ik wel een hele botte vergelijking. Ja, maar hij gaat wel op. De enige aanleiding die ik heb gegeven is dat ik dat arme mens de blinde darm heb weggenomen. Heus, Lidie, ik heb echt niks gedaan. Er is niks gebeurd, geloof me nou toch. En waarom vertel je me dat hele verhaal dan nou pas? Omdat ik bang was dat je het verkeerd zou opvatten. Oh, nou, dat heb ik dan ook inderdaad gedaan. Bedankt. Ik dacht, het zal wel loslopen. Ik ben expres een paar dagen niet gaan golfen. Toen ik ging golfen. Huh? Om een beetje uit de buurt te blijven. Oh, Hans, het geloof ik. Dit is niet waar jij niet wezen golfen. Heb je toch zelf gehoord aan de telefoon? Ze vroeg toch aan Dobbelsteen of ik vorige week ziek was. Maar ik zat met mijn golfstokken in een cafeetje. Omdat ik jou niks wilde laten merken. Ach, jeetje. Arme Hansepans, niet wezen golfen. Wat een opoffering. Ja, nee, nou begrijp ik hoor, waarom je de hele week met zo'n gezicht hebt rondgelopen. Ja, leuk. Leuk. Maar intussen zit ik wel met de vraag, hoe kom ik nou op een beetje elegante manier van daar af? Ja, schat, weet je, misschien kan je gaan korfballen in plaats van golfen. Ja, want bij korfbal mogen de vrouwen alleen de vrouwen afdekken. Lidie, even serieus. Nou, schat, ik weet het veel beter met jou gemaakt, hoor. Ik ga de eerstvolgende keer gewoon met jou mee naar de golfbaan. Goed? Oh, godzijdank, zou je hem hebben? Alsjeblieft. Oh. Om het goed te maken. Lekker. Bij het goed te maken. Ah, dat ik de horen op de haak gooide, dat was niet leuk van me. Ah, nou ja, ik ken je toch. Je was altijd al zo gauw aangebrand. Nou ja, weet je, ik had alles ook al geregeld. Het leek me zo leuk, lekker samen zonder die mannen weg. Toen bel jij af. Nou, ik was echt teleurgesteld, hoor. Nou ja, sorry, maar ik had ook niet definitief ja gezegd. En ik kan nou niet weg bij de dokter. Hoezo? Toch niet alleen daarom? Je zegt het toch niet vanwege de kosten, hè? Nou ja, die komt er ook bij, maar... Niks zeggen. Heb ik voor jou een verrassing? Nog meer bonbons? Nee, luister. Ik zou het zo leuk vinden. Wij zouden het zo gezellig hebben samen. Als jij meegaat, betaal ik voor jou de reiskosten. Kost het je enkel maar het verblijf? Nou, toch doe ik het niet. Dat scheelt je 300-400 gulden. Toch niet. Nou, lekker zeg. En wil ik uit mijn eigen mond sparen voor mijn zus en dan krijg ik weer stank voor dank. Ik zal je nog eens wat leuks aanbieden, hè? Dag! Je vergeet je bonbons! Proost, hè? Op Mientje, de linkmichel. Proost. Hoezo is Mientje een linkmichel? Nou, omdat hij Annie nog eerder door had dan ik. Waar heb je het over? Dat ze afbeelden. Over de reis hier naar de beauty farm. Ik heb me bescheurd. Annie was in alle status, hè? En waarom dan? Omdat Mien de tiende was. De tiende die afbeelde? Nee, druil hoor. De tiende die mee moest. Annie had daar een dealtje gemaakt dat ze gratis mocht als ze 10 vrouwen mee kon krijgen. Ja, dat is ze ook. Ja, die is nog slimmer dan ik. Maar ze loopt wel uit een hand af te zoeken naar een tiende nou. Anders moet ze toch nog het volle pond betalen. Nou zeg, als Mien dat hoort zeg. Dat ze alleen maar mee moest om Annie vrij te houden. Dat... Notabene de eigen zuster probeert onder een kleine 2000 gulden handig te maken. Nee, dat zie je verkeerd, Koos. Hè? Mientje had natuurlijk wel alle waar voor de geld gehad. Hè? Alleen Annie de handelsinstinct. Ja, mooi instinct. Nou, nog boven dat minder ingestonken is. Nou, hey, ik ga
De groeten aan Annie. Ik mag alleen dat ze niemand kan vinden. Oh, ho, doe me dat niet aan, Koos. Als die grap niet doorgaat, mis ik mijn vrije week. Hey, Paul, luister eens. Zou jouw vrouw niet iets voelen voor een week hier op een beauty farm? Lekker relaxen. Modderbaden, sauna, massages. Nou, dat heb ze al twee keer gedaan. Want de tweede keer mocht ze voor niks als ze 10 vrouwen meenam. En dat weet je toch. Daar was je vrouw toen toch zelf bij. Wat wil je drinken? Een shootje liever. Kom voor elkaar. Verrek, Jules. Hey Hans. Sinds wanneer golf jij? Oh, ik golf niet. Ik heb hier met iemand afgesproken om je de waarheid te zeggen. Nou, je hoeft je tegen mij niet te verontschuldigen, hoor. Het is een keurige gelegenheid voor een afspraak. Ik spreek je ook wel eens met mensen af. Wil je ook wat drinken? Pilsje graag. Twee pils en een jus d'orange graag, Kar. Waarom kom je niet zo lang bij Lydia en mij zitten? Nou, liever niet deze keer. Ik heb, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Is het zo'n soort afspraakje? Nou, dat had ik kunnen weten, hè? Oude rokkenjager. Nee, deze keer is het serieus, vrees ik. Huh? Verstokte vrijgezel als jij? Nee, toch? Ja, toch, ben ik bang. En nog wel op een patiënte van mij. Oei, 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 nou kijk dan wel uit, hè. Maar ja, dat hoef ik tegen jou natuurlijk niet te zeggen. Nee, dat is juist het gekke, hè. Als psychiater ben je er natuurlijk aan gewend dat patiënten prompt verliefd op je worden. En je weet dat je daar vooral niet op in moet gaan. Maar deze keer is het de eerste keer dat ik het zelf ook serieus te pakken heb. Nou, dan kan ik je alleen maar sterkte toewensen. Ja. En veel geluk. Nou, proost dan maar. Proost. Op de liefde. Oh, en doe de groeten aan Lydie. Ja. Je hebt de groeten van Jules. Jules? Hey, jij hebt me niet gevraagd om even bij ons te komen zitten. Dat heb ik, maar hij vond het geloof ik al erg genoeg dat hij hier bekenden tegenkwam. Oh, die Jules, die verandert ook niks, hè. Ja, juist wel. Deze keer is het blijkbaar serieus. Oh jee. Daar heb je de. Dag lieverd, waar heb jij al die tijd gezeten? Ach, en jij bent natuurlijk Lydie. Ik ben Barbara. Wat leuk om jou nou eens een keer in levende lijven te ontmoeten. Oh, ik heb al zoveel over je gehoord. Oh ja? Ja, niet zo goed hoor. Jij zult wel gedacht hebben, wat een gek mens die mijn man zomaar een kamerjas cadeau geeft. Maar ja, ik zal het je eerlijk bekennen, smoorverliefd. Maar ja, je kent Hans, geen beweging in te krijgen. Oh, zeg, ik hoop niet dat jij erop gerekend hebt dat ik vanmiddag met je kan golven. Ik heb een afspraak. Ja, die professionele hulp die jij mij aangeraden hebt, ja. Dat heb ik opgevolgd. Nou, tot ziens, hè. En we houden contact. Nou, ja, zeg. Het is de schaat. Jaloers.